We staan hier in het Vechthuis waar verschillende carnavalsoptredens plaatsvinden. Ik sta hier samen met twee boeren-solstampers die in het ondiep zijn opgegroeid, Fred en Mark Goris. Vertel eens, hoe zijn de boeren-solstampers ontstaan? De boeren-solstampers die zijn ontstaan, die komen uit een vereniging, uit Geuzenwijk. En die zaten altijd in de Brielstraat. En 40 jaar geleden, dus in 1974, zijn een paar jongens tijdens optredens van de band samen gaan spelen. En even wat proberen hier en daar wat doen. En zo hebben ze wat tenten op stelten gezet. En vanaf toen is het bij mevrouw Koster boven op zolder. En daar werd er gerepeteerd. En dat was in 1974. En dat is 40 jaar volgend jaar. En zijn er nog meerdere ondiepers die ook in deze groep spelen? Klopt, wij hebben ik denk nog 4-5 verschillende leden die uit het ondiep komen. En het is wel zo dat na trouwen kinderen krijgen dat er steeds meer mensen rond Utrecht zijn gewonnen of zelfs iets verder. En het is nu ook zo dat veel mensen van buiten Utrecht willen graag bij de solstampers spelen. Dus we hebben mensen die komen uit Vught, uit Den Haag, Haarlem en noem maar op. Maar de grootste, de harde kern, die komt uit Utrecht. En als je nou zegt met carnaval, leeft dat nou echt in Utrecht? Dat is een hele moeilijke vraag. Utrecht heeft een ander idee bij carnaval als mensen in het zuiden. En wij leven meer in het zuiden als hier in Utrecht voor het carnaval, sorry. En hoe anders is anders dan? Als je hier verkleedt en je loopt op het station, dan hebben mensen zoiets van, wat ben je aan het doen? Terwijl als je in het zuiden loopt en je bent niet verkleed, dan vragen mensen aan je van, wat ben je aan het doen? Waar treden jullie nou bijvoorbeeld morgen op? Morgen is echt het carnaval. Ja, klopt. Morgen vertrekken we naar Eindhoven, Os, in de buurt van. Daar spelen we zowel 's middags als 's avonds. En daar gaan we een beetje de hele dag vertoeven. We nemen vrouwen, kinderen en alles maar mee. En het wordt gewoon een hele gezellige dag. Hapje eten onderweg en noem maar op. Berenleuk. En wat speel je zelf voor instrument? Ik speel trombone. En jij? De grote trom. De grote trom. Wat is er nou zo leuk aan om een grote trom te bespelen? Je mag leiden. Ja. En hebben jullie nou ook bijvoorbeeld een dirigent? Of, De grote trom. De nummers die jullie spelen, schrijven jullie die allemaal zelf of? Nee, daar hebben we een speciaal arrangeur voor. En die hebben we daar speciaal voor aangetrokken. En dat is de grote tromspeler, en dat is mijn broertje Mark. En doe jij er nou lang over om een stuk te schrijven? Ik doe er iets langer over als een normaal arrangeur, dat klopt wel, ja. Dat is correct. Maar op die manier kan ik het wel heel naar voren trekken en uitspitsen voor ons gebied. En om het origineel te behouden. Op onze manier. En jij, schrijf jij zelf ook liedjes? Toevallig hebben we één nummer samengeschreven, maar ook zelf helemaal bedacht. En dat is Solenaise. Dat is ook de titel van onze tweede cd. En daar staan alle liedjes op die jullie zelf geschreven hebben, op die cd? Die staan er allemaal op. Wat doen jullie in het dagelijks leven voor werk? Ik ben een manager in de werkplaats van bedrijfswagens. En wat doe jij? Ik zit in de IT. Dus ik ben gewoon een IT'er. Nu treden jullie hier weer op in de buurt, hè, of langs de Vecht. Doet dat nog wat met je, dat ondiep? Of zeg je nou, ik heb er helemaal geen band meer mee? Nee, nou god, als ik in de buurt ben, dan rijd ik er altijd even door. Want we hebben toch onze kinderjaren doorgebracht. We hebben heel wat geketen, zeg maar. Het is gewoon. En mijn schoonmoeder woont er nog, hè? Dus ik kom er nog wel eens even op visite. Dus ik moet wel. Over carnaval gesproken. Op 16 maart 2013. Hebben wij in het Geuzenwijk, dus het ondiep, het BSS Geuzenblaas. En dat is een festival, gewoon een gezellig festival, georganiseerd door ons in samenwerking met de Geuzen. Dus kom even kijken, altijd leuk.
Ik bedank de gebroeders Fred en Mark Goris voor hun medewerking. En we gaan zo even kijken naar een optreden. En daar gaan we even van genieten.